Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken met een zwakke storing die over ons land trok, een koufront. En aan de voorzijde van een koufront zit warme lucht en aan de achterzijde zit koelere lucht. Maar zoals je ziet op de Noordzee ook brede opklaringen. En vaak zie je dan dat de zon gaat schijnen en de temperatuur dus oploopt, ondanks dat de atmosfeer eigenlijk kouder wordt. Dat heet in de meteorologie de paradox van Bjerknes. Mag je meteen weer vergeten. Het front zorgde wel voor veel bewolking. Hier en daar ook wat regen en motregen. In het oosten scheen nog lange tijd even de zon. En daar liep de temperatuur aan het begin van de middag al op tot zo'n 25 graden. Terwijl het onder het wolkendek 20 graden was. Maar zoals al gezegd, met de opklaringen later vandaag gaat ook in het westen de temperatuur weer oplopen. Vanavond is het dan vrijwel overal droog. Heel misschien nog een spatje langs de oostgrens, maar ook dat verdwijnt snel. En verder hebben we een mengeling van een paar wolken en zonnige periode. Temperaturen halverwege de avond 18 tot 20 graden. De wind waait uit een westelijke richting is windkracht 2 à 3. Komende nacht ook nog steeds opklaringen. Temperatuur daalt dan naar zo'n 12 tot 14 graden. Lekkere koele nacht. Huizen kunnen weer goed afkoelen. En morgenochtend beginnen we met van tijd tot tijd zon. Later op de dag komen er wat meer stapelwolken. En dan moeten we rekening houden met een paar buien. De meeste buien lijken te vallen in een strook zo van zuidwest naar noordoost. En dan valt het dus in het noordwesten en zuidoosten wel mee met de nattigheid. Maar eigenlijk valt het in dit getekende gebied ook wel mee. Want het is slechts een enkele bui die er gaat vallen. Temperaturen wel weer onder de 25 graden, zo 20 graden op de stranden, 21 graden in de kustregio en 23 graden in het oosten. De wind blijft wel vrij rustig. Van zuidwest draait hij in de loop van de dag naar noordwest en hij is meestal windkracht 3. Wordt het dan weer warmer op de langere termijn? Nou nee, niet echt. Eerder misschien wat lager, want woensdagochtend beginnen we nog wel met zon. Maar later op de dag komen er lage drukgebieden dichterbij. En daardoor gaat de buiigheid toenemen vanuit het noordwesten. Donderdag en vrijdag zijn dan ook twee wisselvallige dagen met van tijd tot tijd buien. Zeker ook wel af en toe zon. En op dat soort zonnige momenten wordt het 's middags dan toch nog zo'n 20 tot 22 graden. Maar het is duidelijk wat wisselvalliger dan de afgelopen dagen. Nee, voor warmere lucht moeten we echt nog een tijdje geduld hebben. Pas na het weekend lijkt de temperatuur weer omhoog te gaan. Komen we waarschijnlijk weer boven de 25 graden uit. En dat is dan dus in de eerste week van augustus. De komende dagen wisselvallig weer met temperaturen iets boven de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.